Ja, dames en heren, welkom hier. Heel kort, bij een hele, een extreem korte uitzending van Free Speech on Air. Waarom kort? Dit gaat over maar één detail. Het is een klein detail. En dat detail bevestigt dat Demmink nooit vervolgd gaat worden. Tenminste niet als ik Harold Knijf was. Wat gebeurt er? Tijdens die Demmink-verhoren, na het afsluiten daarvan, is daar de NOS-ploeg. En dat kun je ook terugvinden, want ik ga dat geluidsfragment hier niet inlassen, omdat het moeilijk te verstaan is. En als ik het zou overnemen, is het nog moeilijker te verstaan. Maar ga maar eens naar Klokkenluider of naar het kanaal van Micha Kat. En dan zie je, ik zal ook de link. Van het bewuste filmpje onder deze uitzending plakken, dan zie je dat Micha Kat in gesprek raakt met de cameraploeg en de verslaggeefster van de NOS, hè, naar aanleiding van die Demmink-verhoren. En als je ongeveer 4 tot 5 minuten in dat gesprek zit, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan gaat namelijk het verhaal van de raakvlakken die het zou kunnen hebben met Dutroux, het sterven van de getuigen, naar Frank Leenders. Frank L. noemt Micha Kat die persoon. Was namelijk de eerste aangever hier op Nederlandse bodem tegen de staatssecretaris-generaal destijds van justitie, tegen die meneer Demmink. Frank Leenders had een vertrouwenspersoon. Rob van Gijsel, destijds burgemeester, volgens mij Eindhoven. En die heeft hem ja, eigenlijk aangezet, zo zou je het kunnen, hem mede gecoacht tot het doen van die aangifte tegen Joris Demmink. Want dat is natuurlijk een gruwelijk besluit. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je daar doodsbang voor bent, dat je dan hulp nodig hebt, een vertrouwenspersoon nodig hebt, dat je aan die persoon vertelt wat je weet. Maar het gaat in deze zaak om een aantal details. Om een aantal details. Kijk, Frank Leenders was bijvoorbeeld destijds, toen hij die aangifte deed, onder andere in het bezit van het mobiele nummer van Joris Demmink. Dat horen we niet vaak meer terugkomen. Maar als je dus terug gaat kijken naar die zaak, dan kom je daar al snel. Hij was in het bezit van het mobiele nummer van Joris Demmink. En de vraag is, dus Frank Leenders een grote fantast zou zijn geweest, hoe die dan aan dat mobiele nummer komt van een man die zo hoog op de maatschappelijke ladder staat. Dus dat er contact geweest is tussen Frank Leenders en meneer Demmink, dat staat voor mij wel vast. Maar nu even dat alles losgelaten. Het gesprek gaat dus nu over die Frank Leenders. Voor de camera van de NOS. Onlangs. Linkje vind je onder aan dit. Onder deze uitzending, onder deze korte uitzending. Het gesprek gaat dus over Frank Leenders. Maar met name ook over diens advocaat die dood van de fiets valt, Gerard Hamer. Nou, ineens, als Micha Kat, als je dus Micha Kat daar een beetje over hebt horen vertellen, stelt eigenlijk die NOS-verslaggeefster de laatste vraag. En die vraag die luidt zo ongeveer, je moet echt goed luisteren om het te horen. Door het rumoer op de achtergrond. Het is een beetje het is eigenlijk bijna niet hoorbaar. Maar als je goed luistert en het fragment een paar keer herhaalt, dan hoor je dat ze ongeveer vraagt: ja, maar waarom laat je die getuigen dan optreden als ze het niet meer weten? En dan zegt Micha Kat: ja, nou ja. Moet je luisteren, dan steek ik een helpende hand uit. Als getuige het niet meer zien zitten of het niet meer weten, of niet meer weten hoe verder te gaan, dan ik ben goed opgevoed, et cetera, et cetera. Maar vertelt hij daar klakkeloos dat hij dus klaarblijkelijk getuigen coacht om de juiste verklaring af te leggen. Want dat is precies wat hij zegt. Dat is wat hij vertelt. Je zou je af kunnen vragen, want omdat dit in het verlengde gebeurt van het verhaal over Gerard Hamer en Frank Leenders,
lijkt het mij dat deze verslaggever nog niet eens zozeer een algemene vraag stelt, maar met name vraagt naar getuigen van het kaliber Leenders. Waarop Micha Kat dan dat antwoord geeft. Zegt van, ja goed, ik ben hartstikke goed opgevoed, ik steek daar graag een helpende hand uit. Hè, als ze het niet meer weten, dan, ja, hij coacht dus, dat geeft hij dus eigenlijk toe. Dan helpt hij ze dus om tot de juiste verklaring te komen. Nou, ik heb deze korte uitzending genoemd als ik Harold Knijf was. Dus wat zou ik nu doen? Dan zou ik zeggen, meneer Kat, welkom. Zoveelste zitting, hè? Als er weer een zitting komt, weer, hè? Dan zou ik zeggen, meneer Kat, welkom. Ik heb eigenlijk maar een eenvoudige vraag aan u, meneer Kat. Wat bedoelt u precies met de helpende hand uitsteken en wat bedoelt u precies met het coachen om tot de juiste verklaring te komen? En dan is daarmee de zaak afgelopen. Stopt daarmee alles in elkaar. Want deze meneer Kat, die geeft hier voor de lopende camera van de NOS, of dat fragment nu uitgezonden wordt of niet, het staat nu al beschikbaar, het is nu al publiekelijk. Maar meneer Kat geeft dus toe dat er klaarblijkelijk getuigen zijn die hulp nodig hebben om te komen tot de juiste getuigenis. Hoe kun je nou niet weten wat je is aangedaan? Dat zou de vraag zijn die ik heb. En wie bent u, meneer Kat, om dat wel te weten? Was u soms aanwezig tijdens deze delicten? Of zorgt u ervoor dat ze zich aan uw verhaallijn, dat hun getuigenis in de verhaallijn moet passen die ontstaan is? Als meneer Knijf deze tactiek nu zou gebruiken, is daarmee de hele kwestie, voor zover die dat al niet is, helemaal van de baan. Nou, we hebben dus meneer Kat horen zeggen, daar heb ik gisteren nog aandacht aan besteed. Wat is de kans dat Joris Demmink wordt aangepakt? Ja, 0,0. En nu horen we hem hier aan de NOS-archieven toevoegen dat als getuigen het niet meer weten, dat hij graag bereid is om ze te helpen. Dat is de doodsteek voor het Demmink-proces, voor zover dat proces in de werkelijkheid ooit geweest is. Francis Capella, free speech on air. Denk er maar eens over na. En kijk vooral dat filmpje nog in.